Ik zat op een bank te wachten op de tram. En maakte niet uit dat die wat later kwam, want daar stond zij. Nonchalant, blik naar de overkant en ik wist niet wat mij overkwam. Ze was perfectie. Golden snee. Kevin, Martijn en Tom. Samen zijn ze Slambacht. Het trio uit Gent doet al jaren aan Poetry Slam. Afgelopen weekend werden ze Belgisch kampioen Team Slam. Wij zijn Slambacht. We zijn het eerste en voorlopig ook enige slam poetry collectief van Gent. Wat wij doen, wij geven workshops, wij treden samen op. We doen dat doorheen heel Vlaanderen eigenlijk. Binnenkort gaan we ook de Nederlandse scene binnendringen. Begin zijn. Dan komt hij tussen ons, voor ons staan. Voor het uit. En dan doe jij de verdere tekst. Ongeveer 4 jaar geleden heb ik Stemschot opgericht. Dat was toen het eerste slam poetry format van Gent. Martijn die is na een paar maanden eigenlijk, heeft daar zijn debuut gemaakt, denk ik. Ongeveer, bijna het debuut. En hij is toen blijven terugkomen. En daardoor hebben wij echt elkaar leren kennen en merkten we op termijn ook dat we inderdaad onze stijlen goed bij elkaar aansluiten. En ik denk dat al op een gegeven moment Teddy ten tonele is verschenen. Ze hebben elk een wat andere stijl. Maar alle drie schrijven ze maatschappijkritische teksten. Bij een normale slam sta je alleen op het podium. En bij zo'n teamslam, ja, dan heb je wat meer mogelijkheden als je met drieën bent. En het is wel geest om een keer te exploreren van, ja, wat kun je daarmee? En een keer, ja, een ander terrein, andere mogelijkheden. Ja. En ondertussen zijn we ook heel vertrouwd met elkaars teksten en staan we daar ook achter. Kunnen we ons daarin terugvinden? Uw denkwijze is bedorven. Dus dit zijn geen versregels, dit zijn kaakslagen. Het is een beetje zoeken, hè, want we hebben ook tegen elkaar gezegd, het mag niet te veel een toneeltje zijn, het mag niet te veel een act zijn, maar toch moet het min of meer samengebracht worden. Moet natuurlijk klinken nog altijd. Ja, voilà. Dus hebben we gezocht naar manieren om die bestaande teksten samen naar voren te brengen. Want je kunt zeggen van, of we vertellen elke beurt een zinnetje. Maar het is interessanter als je bijvoorbeeld de dialogen die in de tekst zit, als je die dan kunt samenbrengen. Maar Martijn, dat was toch illegaal? Al die shit, ik weet het niet. Ja, maar het lekken van die informatie is toch strafbaar? Dan zeg ik, doe maar. Want hier maakt het... Poëzietekstje kun je 5 keer lezen en dan snap. Mm-hmm. Bij een slamtekst... Hij die 5 keer niet, het moet van eerste keer zijn. En dat maakt wel een groot verschil in wat hij schrijft en wat hij doet. Het ritme die in een tekst zit, ja, alles. In zo'n materie ben ik niet echt kordaat. Heeft mij maar de psychologie van de gestalte. Maar dat is voor de volgende keer. Hier is mijn halte. Op het Belgisch kampioenschap palmen ze het publiek helemaal in. Ik begin te tieren en te razen, mijn arm gaat de lucht in en zap, zap, zap. Ik denk dat vanavond winnen eigenlijk een beetje historisch is, omdat het de eerste keer is, denk ik, dat in slam poetry dat Nederlandstaligen hebben gewonnen, om het zo te zeggen, van de Franstaligen. Op het Belgisch kampioenschap is er nog nooit gebeurd. We zullen onze titel met trots dragen. En verdedigen. En verdedigen ook, ja, absoluut.